Goedemiddag en welkom terug bij de tweede dag van de Webinar Week. We hebben het vandaag over Recruitment Process Automation. Inmiddels veel mooie verhalen gehad. We hebben het over de fases gehad op welke manier je dan recruitment, eigenlijk de traditionele manier van recruitment, dat je eigenlijk een heel groot gedeelte daarvan kan automatiseren. En ook nu gaan we het daarover hebben. Ik ben Caroline Pols, ik ben vandaag jullie dagvoorzitter. Ik kom ook net zoals jullie uit de arbeidsbemiddeling. Lang geleden, meer dan 20 jaar geleden, ooit gestart voor Vitae en in mijn laatste rol bij Manpower tijdens de financiële crisis ben ik op het gedachtegoed gekomen van Up. En daar ben ik nu zeg maar de eigenaar van. En wat wij doen is wij helpen recruiters, corporate recruiters met de toepassing van recruitment marketing automation. Vandaag, zeg maar, dit webinar gaan we het echt hebben over regulier recruitmentproces. Geen optie, change or die. Ja, we zetten heel erg fors in vandaag. En dat doe ik samen met Wouter Arts en met mijn collega en partner van Up, Esther Moelands. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Wil jij je voorstellen, alsjeblieft? Ik ben Wouter Arts. Net als Carolien ook ruim ervaring in de recruitment. Dat is 20 jaar binnen techniek. Onder andere bij Manpower Engineering en Personeel Engineering. En sinds 10 jaar directeur-eigenaar van Recruitin. En we richten ons op recruitment proces outsourcing binnen de techniek. Super. Yes. Nou ja, mijn naam is Esther Moelands, partner bij Up. Ook een lang verleden binnen de arbeidsbemiddeling. Manpower ook, zoals iedereen hier aan tafel. Eén grote familie. Eén grote familie inderdaad, ruim 10 jaar werkzaam geweest. En bij Up houd ik me bezig met de data en de data eigenlijk omzetten naar het proces. Dus wat moeten we nu doen om onderaan de streep onze doelstellingen te halen? Dank je. Ja, we zetten best wel fors in. Dat realiseer ik me ook. Maar dat is niet voor niks, want er is best wel wat gaande. Laten we eens beginnen met wat concrete cijfers vandaag de dag in deze markt. We hebben voor het eerst eigenlijk te maken met de grootste vraag en de hoogste vraag ever. En het laagste aanbod ever als het gaat om actief zoekende kandidaten. Dat maakt ook parallel daaraan dat alles wat gaat om de sourcing dynamiek, dat is enorm voelbaar. Want het blijkt zo te zijn dat als het gaat om de Nederlandse beroepsbevolking, zo'n 34% afgelopen kwartaal minimaal 1 keer is benaderd. En wat we met elkaar gaan doen, de neiging die we met elkaar hebben, is dat we vooral meer gaan doen van hetzelfde. Dus we gaan nog meer vacatures gaan we online zetten. We gaan nog meer searchen. En we gaan vooral nog meer recruiters inzetten. Nou, wat het effect daarvan is dat die overbeviste visvijver eigenlijk, dat het alleen maar drukker en drukker wordt. En dat het steeds lastiger wordt om echt in contact te komen met ook die latent zoekende kandidaat. Toch is het zo dat rond de 30-40% van zeg maar, de Nederlandse beroepsbevolking latent op zoek is naar een nieuwe baan. En daar zit een enorme kans. We zullen alleen na moeten denken op welke manier we in contact komen met deze doelgroep. Daar hebben we andere dingen voor nodig, blijkt. Ik vind het interessant om even stil te staan naar de top 10 van de meest benaderde vakgebieden. Nou, je ziet het. Engineering staat met stip op nummer 1, 63%. En dat is wat je ziet, het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd. Dus stip nummer 1, engineering. Dan nummer 2, consultancy. Nou, daar past ook recruitment bij. En op nummer 3, ICT, IT en automatisering. Nou, laat dat nou net zo zijn dat jij daarin gespecialiseerd bent, Wouter. Vooral ook in engineering. Dus neem ons eens eventjes mee, alsjeblieft. Wat is dagelijks voelbaar in deze huidige markt? Ja, dank voor de introductie, Caroline. Ja, wat is dagelijks voelbaar? Als recruitment richten wij ons op in-house op locatie een flexibele en schaalbare recruitmentafdeling in te richten. In veel gevallen zorgt ons recruitmentproces ervoor dat we vacatures kunnen vervullen. In de huidige markt, waar de vraag enorm explosief is toegenomen, het aanbod steeds minder wordt,
vraagt dat om een andere aanpak. En dan kun je, zoals we allemaal doen, meer e-mails sturen. Je kunt je e-mails analyseren. Je kunt je tone of voice aanpassen. Je facturenteksten analyseren. Nou, je ziet dat je dat soort zaken allemaal toepast. Dat je resultaat verbetert. Maar uiteindelijk blijven de lastige factures altijd over. En wat wij in-house zitten en de recruitment business partners zijn van onze opdrachtgevers, is de dagelijkse praktijk dat de manager engineering eigenlijk elke dag aan ons bureau staat. We kunnen ons niet verschuilen achter telefoon of mail of de telefoon niet opnemen. Die staat elke dag bij ons bureau van buiten. In your face. Waar zijn je engineers? En de valkuil, zoals je net in de introductie al aangaf, is dat we eigenlijk meer van hetzelfde willen gaan doen. Dus is de meervraag, is ons proces ook dat kunnen we opschalen met meer capaciteit. We kunnen meer e-mails versturen, we kunnen meer vacatures gaan publiceren. Maar mijn stellige overtuiging is dat het anders moet. En zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. Ja, klopt. Als je kijkt naar wat is er dan heel concreet gebeurd? Hè? Die andere aanpak, daar heb je het over. Wat zijn dan de dingen die je bent gaan doen? Nou, de dingen die we samen zijn gaan doen is, pak ik even het voorbeeld van recruiting zelf. Hè, waar wij op het moment ook een enorme vraag hebben van de behoefte om 12 recruiters dit jaar nog aan te nemen. En dat we samen met de UP eigenlijk onze doelgroep zijn gaan analyseren. Hè. Wie is nou onze doelgroep? Hè, waar zitten ze? Op welke social media? Wat voor content spreekt hen aan? En vanuit daar zijn we een community gaan bouwen. En wat we hebben ervaren, wat het succes is, dat we communiceren met deze community door middel van gelijkgestemden. Dat betekent dat ik communiceer met die community. En onderliggend daaraan delen we relevante content. Daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. En vergelijk dat ook eventueel met een voorbeeld als een moeilijke doelgroep die opeens staat van engineers. Lijkt mezelf een eigenwijs techneuten met een HTS-opleiding. Techneuten willen met techneuten praten. En op het moment dat je daar ook ziet dat je die community aan het bouwen bent en een manage engineering, of de engineer communiceert met die latente zoekende engineer, hebben ze het over de inhoud, kunnen ze meer vertellen, dan zie je dat daar de kansenvraag op het invullen van de facturen toeneemt. En dus wat je eigenlijk zegt, je blijft heel ver weg van die concrete vacature. Ja. En je bent eigenlijk alleen maar middels datgene waar die latent zoekende engineer zeg maar in geïnteresseerd is. Daar ben je vooral mee bezig om dat met die persoon te delen. Oké. Okay. En dan dus, want ik hoor eigenlijk geen recruiter in het begin hier aan te pas komen. Nou, voor een groot aantal vacatures wel. Dan werkt het gewoon. Hè. Maar met name voor de lastige doelgroep van engineers hebben we gewoon ervaren. En met name ook voor ons werken als eigen recruiter. Als je met gelijkgestemde praat, dat je met name die latent zoekende doelgroep, die spreek je enorm aan. Leuk. Ja. Goed te horen. Fantastisch. Wij zijn dan natuurlijk wel heel erg geïnteresseerd. Wat levert het op? Ik vraag het iedereen vandaag. Wat heeft het jou opgeleverd? Nou, wat heeft het opgeleverd is een enorme groei van de community die we samen hebben opgebouwd. De doelstelling was 12 recruiters voor het eind van dit jaar. En eigenlijk staat het resultaat aan. 6 nieuwe recruiters in 2 maanden. Nou, dat is een fantastisch resultaat, maar wat eigenlijk veel interessanter is, we hebben 0 e-mails gestuurd. En vaak zie je dat we heel veel e-mails aan het sturen zijn om informatie te delen en te communiceren. Maar het mooie dit resultaat is dat we dus totaal geen e-mails hebben gestuurd. En wel 6 hires hebben en er zitten nog 3 kandidaten in de tweede ronde. En hoe hebben we dat gedaan? We zijn die community gaan opbouwen. En we hadden het net over die relevante content. En we zijn in een bepaald ritme gekomen om die relevante content te delen met die community. En ik zal er straks even in het verhaal van Esther over die relevante content iets toelichten. En ik heb gemerkt dat die relevante content specifiek voor je doelgroep, het opwarmen van die latent zoekende en uiteindelijk op een later moment wel concreet met de factuur komen, dan is recruiting al eigenlijk helder op een netvlies. Dan kom je niet meer koud binnen. Nee. Dan kom je warm binnen. Dan hebben ze het gezicht en het verhaal van recruiting al gezien.
En dan kun je een hele mooie gesprekken met elkaar voeren. Wat gaaf. Ja, nou ja, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat je... Want ja, het is ook logisch, hè? Al helemaal het verhaal dat jij zegt van... Ja, die hiring manager staat aan jouw bureau om te vragen... Waar blijft die kandidaat? Ja, natuurlijk ben je dan geneigd om je eigen vacature centraal te stellen. Maar wat je in dit proces, wat ik je hoor zeggen... is dat je veel meer, zeg maar, het proces van die latent zoekende kandidaat centraal stelt... in plaats van je eigen proces. En dat je vooral heel goed volgt wanneer mensen... Nou ja, openstaan om wel daarover in gesprek te gaan. En niet meer veel van hetzelfde doen. Nee. Dan zijn we zo geneigd als de grootste velkool. Er zijn meer recruiters. Dus we gaan nog meer van hetzelfde doen in een kleiner wordende verre vijver. Ja. Dat wordt echt een serieuze uitdaging. Dus we moeten dat slimmer en efficiënter doen. En dat doen we samen. Super, ja. Dat is hartstikke gaaf. Ja, waar het dan toch echt op neerkomt is dat... Ja, Laat ik eerlijk zijn. Wij zijn op het idee van UP gekomen op het moment dat we ook niet anders konden tijdens die financiële crisis. We moesten wel anders nadenken. En we zitten met elkaar ook al een beetje nu in deze situatie. Dat we merken van ja, de aansluiting vinden met die kandidaat op deze manier. Nou, dat is gewoon vele malen moeilijker. Dus dat met elkaar anders denken. Maar vooral ook de dingen met een ieder delen waarvan wij zien... dat ze werken, is het altijd goed elkaar daarin wijzer te maken. Even concreet, wat is die aanpak? Want daar gaat het toch altijd om. Wat zijn die eerste stappen en hoe ziet die praktijk eruit? Esther, wil jij ons daarin meenemen? Ja, zeker. Om bij het begin te beginnen. Recruitment Marketing Automation. Wat is dat nu eigenlijk? Want velen van jullie kennen e-mailmarketing. E-mailmarketing, je verstuurt e-mails... Je ziet wanneer een e-mail geopend wordt. Je ziet ook nog wanneer er ergens op geklikt wordt. En dat is eigenlijk het gedrag wat je ziet. Nou, Wouter die vertelde al mooi, we bouwen communities en we delen relevante content. Maar wat we precies willen weten is dat gedrag natuurlijk. Dus wanneer gaat er iemand naar een vacature? Zonder dat we een vacature pushen. Zonder dat we een vacature delen. Wat voor gedrag vertoont iemand online? Nou, met recruitment, marketing, automation zie je dat. Dat maakt het grote verschil met enkel alleen e-mail marketing. Je ziet als iemand naar LinkedIn is gegaan. We zien als iemand op de website is gekomen. We zien op het moment inderdaad dat iemand naar een e-mail naar de website is gegaan. En naar een betreffende vacature is gegaan. Maar ook als ze op maandagochtend weer terugkomen. Als ze toch weer op hun werk zijn geweest en denken. En dat zie je echt op persoonsniveau? Op persoonsniveau kunnen we dat volledig volgen. Ja, inderdaad. Okay. Helder. Ja. Ja, maar ja, wat doen we dan in onze bewerking? Want je moet wel de juiste content delen. En wij hanteren hiervoor het Google-model. See, think, do, care. Waarbij bij care is iemand in dienst. Dus dan hebben we ons doel daarin bereikt. Dat is een ander proces. En see, think en do zetten we echt in voor onze recruitment marketing automation. Wat we willen bij see is bekendheid. We willen dat mensen ons kennen. Ons graag volgen, dat ze de relevante informatie bij ons vandaan halen. Bij Think komen mensen in overweging en bij Do zijn mensen zover dat ze openstaan, die latent zoekende kandidaat waar je het eerder over had, dat ze willen gaan solliciteren en dat ze op zoek zijn naar een baan. En op basis waar iemand zit in de fase, laten we ook de content zien en delen we ook de relevante content. Daardoor staat onze kandidaat altijd centraal. Ja. Als iemand nog niet op zoek is, helemaal prima. Maar degene die blijft ons volgen omdat wij relevant zijn. Ja, content. Want dat is het altijd. Ik kan me zo voorstellen dat het dan ook wel fijn is te weten. Ja, waar moet ik dan aan denken aan zo'n C-fase? Ik zie een voorbeeld. Inderdaad. Dit is een voorbeeld als het gaat om salespersonen. Wat we hierin doen is vooral relevante artikelen delen die interessant zijn om te volgen. Bijvoorbeeld salarisontwikkelingen in de markt als het gaat om sales professionals of andere type content. Wat we daarin ook doen is kennis brengen. Aanmelden voor een webinar of een kennissessie bijwonen, et cetera. En op basis van wat iemand leest, krijgt iemand vervolgcontent te zien. Dus kom je ook in de volgende fase in je overweging. Of je blijft in deze fase. Ook een optie. En dan blijven we deze mensen prikkelen en triggeren totdat we wel naar de volgende fase kunnen gaan. Oké, dus je kijkt echt puur naar gedrag. Dus er komt nog geen vacature aan de pas, volgens mij. Je kijkt echt puur naar gedrag. En dat maakt of iemand gewoon lekker blijft zitten waar hij nu zit. Ja. Of dat hij doorgaat naar een volgende fase. Ja, inderdaad. Okay.
op het moment dat iemand een bepaald artikel heeft gelezen, als het gaat over salarisonderhandelingen, bijvoorbeeld krijgen ze de vervolgmail en dit gaat over onderhandelen. En wat aansluit op het eerdere artikel wat iemand heeft gelezen. En op basis daarvan gaat iemand weer verder door in de funnel. Dus het is op basis van het gedrag wat iemand op dat moment laat zien of later laat zien online richting jouw organisatie. En even voor mijn beeldvorming, hoe weet je dat? Hoe weet je nou dat wat interessant is voor of voor die engineer of voor die recruiter? Hoe kom je erachter? Door in gesprek te gaan met de doelgroep van tevoren. Dus wat we altijd doen is daarin onderzoek. Dus dat zit ook in onze stappen. Hè? Wie is je doelgroep? En we kijken daar heel goed naar. Dus we interviewen mensen. En vaak binnen de organisaties weten mensen het ook heel goed te vertellen. Want het zijn je eigen medewerkers in heel veel gevallen die je zoekt. Leuk. Die kunnen je prima uitleggen wat er relevant is. Ik kan je een heel mooi voorbeeld geven waar we het over hebben gehad. We hebben de afgelopen jaren ons echt vanuit het thought leadership willen positioneren. Als recruiter zitten we in een niche van techniek. En ook nog eens een keer met RPO. Dus we zijn een soort superspecialist, zeg ik dat altijd. Dus we zijn heel erg technische artikelen gaan delen onder de doelgroep. Maar als je kijkt wat deze campagne die we nu hebben ondersteunt, is met name het gezicht en het verhaal van LinkedIn. Dus de relevante content die we aan het delen zijn, zijn met name de recruiters die net starten. Die vertellen waarom ze gekozen hebben voor recruiting. Mm-hmm. En we delen content van recruiters die al werkzaam zijn bij recruiting. Waarom ze hun werkgeluk vinden bij recruiting. En informatie over kwartaal-evaluaties en meetings die we hebben gehad. En dan krijgt recruiter een gezicht. In een verhaal. Cool. En je ziet dat daar de doelgroep op aansluit. En dat is wel interessant, maar dan zitten ze wel al wat fase in, verder in de fase, denk ik. Inderdaad. Oh. Nee hoor, helemaal prima. Ja hoor, de volgende fase is de doelfase. Dus iemand heeft een white paper gelezen, die is al verder. Die is aan het nadenken over salarisonderhandelingen en hoe ga je dat aan. Nou ja, op dat moment zou je ook de interpretatie kunnen hebben dat iemand wellicht open staat voor een baan. Wat we doen is iemand bijvoorbeeld uitnodigen voor een webinar. Dus dat iemand een kennissessie erbij kan wonen, meer informatie kan krijgen. Maar wat we ook in deze fase doen in de slipstream is wat vacatures meenemen. En vervolgens kunnen we zien of dat iemand richting die vacatures beweegt. Op het moment dat dat zo is, delen we wederom relevante content omtrent die vacatures. En even, dus die latent zoekende kandidaat heeft nog niet gesolliciteerd, heeft alleen of zij heeft alleen nog maar gekeken. Ja, en precies. Dat is het moment. Okay. Ja, precies. Dus de community die we bouwen, die staat centraal. Ja. Dus zoveel mogelijk van jouw profiel, welke je zoekt, hè, de engineer of de recruiter, mensen die aan de harde criteria voldoen, die zijn voor ons interessant. Precies. Omdat we vervolgens wel kunnen gaan zien hoe zij zich bewegen. Mm-hmm. En of dat zij op zoek gaan naar een andere baan of niet. Je vertelt dat, en jullie vertellen dat heel mooi, maar ik ga ook een beetje op de stoel zitten van onze deelnemers. En die denken van, ja, jeetje, Mina, je kan wel wachten totdat je een ons weegt, weet je wel. Want ja, uiteindelijk wil ik gewoon grip hebben. En wil ik die hiring manager of de HR-directeur wil ik vertellen dat met deze aanpak we zeker weten die hires gaan realiseren die beloofd hebben. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de aanpak, hoe doe je dat in praktijk? Waar begin je? Nou, allereerst, toeval bestaat niet. Dus wat wij doen is daadwerkelijk gaan berekenen wat onze conversie, onze belofte, onze deliverable moet zijn. Dus in geval van jou, Wouter, we hebben het gehad over 12 hires. Wat we daarbij doen is terugkijken naar de data. We kijken naar je historische conversiedata. Hoeveel vacatures heb je open gehad? Hoeveel kliks zijn erop geweest? Hoeveel sollicitanten zijn erop gekomen? Wat is nou onze conversie waar in het proces? Wat we ook hebben is arbeidsmarktdata. Want het is toch een hele andere aanvliegroute die we hebben. Dus we hebben daarin historische data, hebben wij inmiddels met UP ook ontwikkeld. Waardoor we die terugrekening gaan maken. En wat we dan als eerste doen is gaan berekenen hoe groot dat die database dan moet zijn. Dus hoeveel latente of hoeveel potentiële kandidaten die aan de harde criteria voldoen, moeten wij in onze database hebben. Okay. Die moeten we op gaan warmen. Mm-hmm. Vervolgens, hoeveel mensen moeten we er naar de volgende stap, dus naar de think-fase, en hoeveel mensen moeten we naar de do-fase hebben, om uiteindelijk tot aan onze 12 hires te komen, over 12 maanden in dit geval. En doordat we dusdanig sturen op deze conversiedata en op deze aantallen,
weten we ook zeker dat we het onderaan de streep gaan halen. Oké. En dan neem je, als ik het goed begrijp, ook mee hoe groot het percentage is van de latent zoekende kandidaten van specifiek de engineers of precies. De recruiter. Ja, inderdaad, precies. Dus dat is wat we totaal analyseren. Dat nemen we zeker daarin mee. Dus stap 1, want we hebben uitgerekend hoe groot dat die database moet zijn. Nou ja, het mooie is dat velen van ons en van jullie al een database hebben. Mm-hmm. En begin dus ook met wat je hebt. Dus bekijk je historische data en analyseer deze data, hoe relevant deze is. En begin met dat stukje wat je hebt. En vervolgens weet je ook wat de stap is om dat verder uit te bouwen. Ja. Dus stel je hebt al 500 potentiële kandidaten die aan de harde criteria voldoen, weet je dat je er nog 500 in je C-fase erbij moet gaan. Ja. Dus niks wordt aan toeval overgelaten. Nee. Het is echt grip. Dus zeker weten dat je de doelstelling in plaats van hopen, wat we vaak doen. Ja, en kijken naar wat je hebt. En vervolgens is het ook je markt kennen. Want als we 1000 astronauten in een database moeten hebben, dan denk ik dat we allemaal weten dat dat niet zomaar gaat lukken. Dus ken je markt. En ken je markt, dat doe je dus op diverse manieren. We doen interviews, ga in gesprek met je eigen medewerkers. Maar wat we ook inzetten is het doelgroependashboard. Precies, ja. En, want bij het doelgroependashboard kun je precies zien hoeveel procent latent op zoek is, hoe oud de doelgroep is, wat zij interessant vinden. Opleidingsniveau zien we erin terug, maar ook op welke media je doelgroep zit. Dus waar moeten we dan ook aanwezig zijn? Ja. Want het is niet, de doelgroep moeten we ook gaan bouwen, die database. Ja. Dat is eigenlijk dit plaatje wat je... Nou, en dan, dat valt dus op. Waarschijnlijk zitten heel veel recruiters, zijn deelnemer van dit webinar. En dan zie je dat best wel een behoorlijk percentage toch wel latent op zoek is. 46%. Ja. Oké. Inderdaad. Staat open voor een andere baan. En dat zijn niet de mensen in dit geval die op de jobboards begeven. Dus dat zijn de mensen die we eigenlijk niet zien. Misschien een leuk weetje over de jobboards. We hebben in de periode januari tot en met juni ruim 380 publicaties gedaan, dus vacatures gepubliceerd, waarvan 180 engineering vacatures. En het resultaat van sollicitanten is 2,3%. Dus dat zijn 4 sollicitanten. Dus dat betekent dat je wel zichtbaar bent, maar dat betekent ook direct waar we het hier vandaag over hebben, dat we het echt anders moeten doen. Ja. En dan de derde stap, want we weten hoe groot onze doelgroep moet zijn. We weten inmiddels wie onze doelgroep is. En vervolgens, de vraag die we altijd stellen is, wat wil jij weten van de latent zoekende kandidaat, wat de rest van de wereld nog niet weet, wat jou gaat helpen in je proces? Wat geeft je nou die informatie waarbij jij een voorsprong hebt op je concurrent om die latent zoekende kandidaat binnen te halen? Ja, als je dan hebt over wat wil je weten, kan dat echt heel divers zijn. Dus wat is allemaal relevante data? Denk aan functie, plaats, regio, beschikbaarheid, branche, bron. Dat kan divers zijn. Type projecten, dat is wat we heel vaak terugzien. Ja. Wat bijvoorbeeld voor projectgestuurde organisaties van belang is. Als we het hebben over die engineering. Wat voor type engineer is het? Hè? Mm-hmm. Is het juist iemand die je graag ontwikkelt? Of in de meer richting het onderhoud zit? 3D, er zijn vele soorten en maten. We kunnen weten er wij heel uitgebreid over engineering een webinar besteden. Maar, maar even heel kort resume. Dus als ik het goed begrijp, ga je terug om ervoor te zorgen dat je relevant bent en dat je waarde brengt naar die latent zoekende kandidaten. Ja. Wat zoveel latent zoekende kandidaten moeten zijn, waardoor je zeker weet dat je aan het einde van die funnel per definitie die hires. Ja. En dan ga je eigenlijk content aanbieden waardoor je bepaald gedrag uitlokt wat voor ons interessant is en wat de rest dus nog niet weet. Precies. Dus inderdaad, het antwoord, de content vervolgens moet echt relevant zijn. Ja. Mensen moeten het gaaf vinden om je te blijven volgen. Ja. Je moet ze inspireren ook met datgene wat je brengt. En het inspireren, dat is vaak dat je die informatie geeft die relevant is voor hun baan,
kennisniveaus. Dus als we het hebben over de recruiters, arbeidsmarkten, data om te delen. Of als het gaat om de engineers, is het juist heel gaaf om bepaalde filmpjes te delen. Innovaties inderdaad. Robotica, ja. Binnen robotica bijvoorbeeld is een voorbeeld. Dus die content die we delen moet heel relevant zijn. Ja. Want anders dan ja, je mensen. Nou ja, dat, als je niet relevant bent, is er ook geen gedrag. Precies. Dus, dan hebben we nog steeds niks. Ja. Oké. Precies. En dan hebben we een ritme nodig. Want één keer iets doen, dan gaat het niet worden. Dus je moet... Het probleem van nu, de facturen van nu. Maar je moet nu ook al bezig met de facturen van morgen. Of de facturen van volgend jaar. Ja, precies. En daar gaat deze oplossing echt een bijdrage aan nemen. Ja, is het dan zo dat je eigenlijk dan een soort van nieuwe infrastructuur bouwt, waardoor je structureel, zeg maar, die antwoord hebt op de vragen die morgen gaan komen? Dat is een beetje het streven. Ja, precies. Ja. Dus het is niet alleen voor vandaag de dag. Alleen doordat jij je database zo bouwt en zo groot bouwt, blijf je daar kunnen uitnutten. Dus je gaat daarin, blijf je relevant. Ja, interessant. Leuk ook, ja. Ja, en dan, wat zou daarbij een antwoord zijn? Nou ja, het voorbeeld van jullie, dat kunnen we niet direct delen, maar we hebben een eensgelijks voorbeeld. Dus wat jij eerder vertelde, wat is nou relevante content? En bijvoorbeeld type projecten kunnen heel relevant zijn. Of dit is een voorbeeld als het gaat om software developers. Type organisatie waar iemand gaat werken. Wil iemand voor een overheid of voor een grote corporate gaan werken? Wil iemand in de industrie of in de dienstverlening gaan werken? In de type rol kan interessant zijn. Ja, en dat is ook natuurlijk wat we voor jullie toepassen. Ja, ik wil een tipje van de sluier lichten. Als je kijkt naar dit soort projecten die we delen, dan gaat het met name over employee branding. Dat is een hot item ook binnen recruitmentland. Denk aan hoe wij campus recruitment voor onze opdrachtgevers aanpakken. BBL projecten, opleidingsmogelijkheden. Zo kan ik er nog een aantal aan te noemen. Maar eigenlijk interessante projecten voor de doelgroep van recruiters. Ja, en wat dan gaaf is, is dat jij precies kan zien waar iemand naartoe beweegt. Dus als iemand naar die campus recruitment beweegt en daarop klikt, dat is de informatie die we terugkrijgen op persoonsniveau. En dat vertelt ons ook waar de interesses zitten van de doelgroep, maar waar ook eventueel de kandidaat latent op zoek naar is. Hmm. Dus wat zou dan het type vacature zijn die we daar vervolgens weer bij kunnen aanbieden als iemand verder is in het stadium? Ja, nou leuk, want Luc, dus de spreker hiervoor, die had het over WhatsApp. Dus dat, dat lijkt me ook heel erg praktisch om heel laagdrempelig, zeg maar, te horen te krijgen van een latent zoekende kandidaat wanneer die weer beschikbaar gaat komen. En dit is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je doet, alleen je stelt niet die directe vraag, maar door bepaalde content aan te bieden waarin men in geïnteresseerd is, gaan ze klikken op een bepaalde maand en ook nog klikken op een bepaald type project. Ik weet dat in de bouw, hoe technischer, hoe inhoudelijker mensen bezig zijn, hoe beter en makkelijker ze toegankelijk zijn en bepaalde inhoud. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan snel een completer beeld gaat krijgen van mensen waar ze staan, waar ze behoefte aan hebben, type projecten, maar ook wat het moment is dat ze beschikbaar gaan komen. Ja, exact. Precies. Ja. Leuk. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel interessant om even jullie verhaal, om dat kort samen te vatten. Wat ik eigenlijk, en natuurlijk ken ik het verhaal, maar ik probeer ook een beetje de advocaat van de duivel in dit gesprek te spelen. Wat je eigenlijk doet, is dat je aangeeft van oké, zet nou alsjeblieft die latent zoekende kandidaat, zet die centraal. En zorg dat je ze anders gaat bereiken, anders gaat bewerken dan elke keer die vacature die je voorstelt. Want mensen worden daar ook een beetje... En we hebben wel engineers die zeiden van soms heb ik het idee dat er meer recruiters zijn dan dat er engineers zijn. Terwijl mensen wel degelijk in contact met je willen precies komen, maar wel op relevante manier. Dus op het moment dat je die latent zoekende kandidaat eigenlijk centraal zet, kan je ze op een bepaalde manier aan je verbinden. Dat is wat jullie vertellen. Alleen daar moet wel dus een hele duidelijke gedachte achter zitten. Ja.
om heel goed na te denken van, oké, maar dit zijn de aantal hires die ik wil gaan realiseren. Ja. Ik weet van deze doelgroep hoeveel procent daarvan latent op zoek is. Ik heb een beeld wat, zeg maar, de conversieratio's zijn van ons, hè? Hoeveel mensen ik bel, hoeveel mensen ik spreek, hoeveel mensen ik voor. En op basis van die conversieratio's ga je heel goed bekijken wat, hè, hoe je het daadwerkelijk concreet moet gaan opbouwen. En daarmee zeggen jullie eigenlijk dat je grip gaat krijgen op die concrete doelstelling die je voor ogen hebt. Dat is wat jullie zeggen. Ja, oké. Nou, ken de markt. Ja, ik denk dat wij maken gebruik van doelgroep dashboard. Dat is voor ons een hele belangrijke bron om structureel te volgen hoe deze markt beweegt, hoe de diverse markten bewegen. En dat geeft ons heel veel inzicht, dus zeer zeker ook aanbeveling om daar gewoon eens in te duiken. En hou inderdaad ook rekening met die conversieratio's. Hè? Dat is wat ik jou hoor zeggen. Precies. Ja? Je doelgroep dashboard is gewoon, wij gebruiken het ook standaard. En dat is heel interessant om met je vacaturehouder ook met dat dashboard erbij het gesprek aan te gaan bij je vacature intake. Naast dat daar data in staat, staan er mooie grafiekjes in. En dat spreekt toch meer door de verbeelding dat wij als recruiter vanuit ons gevoel het vertellen. Wij gebruiken het in ons dagdagelijkse werk. Het is echt een aanrader. Oh, wat goed. Ja, wat goed. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dus dat is, en wat ik wel interessant vind, want eigenlijk, hè, als je uitgaat van je huidige conversieratio's, je bent ook wat aan het aanscherpen met betrekking tot je proces, dus het zou zo goed kunnen dat je conversieratio's verbeterd worden door een andere aanpak. Maar je speelt natuurlijk best wel op safe op het moment dat je uitgaat van je huidige conversieratio's. Dan is de kans ook wel heel groot dat je ook echt die hires, die doelstelling gaat realiseren die je zo voor ogen hebt. Ja. Als derde hebben we aangegeven van wat wil je inderdaad concreet weten? Dus denk daar ook over na. Dus wat kan je nou aanbieden aan type content, waardoor je eigenlijk mensen een beetje verleidt om een bepaald gedrag te vertonen wat jou gewoon veel meer zegt. Ja. En dan zie je concreet gedrag terwijl mensen nog geen sollicitatieformulier hebben ingevuld. En dat is natuurlijk wel hele waardevolle informatie. En dat is alleen maar te verkrijgen vanuit marketing automation. Ja. Daar heb je die tooling voor nodig. Dus vanuit de recruitment automation zoals wij die inzetten, kunnen we dat voorschrijdend inzicht zien. Weet wel dat die latent zoekende kandidaat in alle tijden centraal moet zijn. Dus inderdaad, je moet die content dusdanig maken dat jij een antwoord hebt. Maar die content moet heel relevant zijn voor degene naar wie je het verstuurt. Dus op het moment dat je te veel aan jezelf denkt, dat je alleen maar die informatie wil hebben, dan mis je de boot. Dus helder. Blijf vooral kijken naar wat voor die kandidaat interessant is. Ja, dat is toch, je bent toch snel geneigd om een beetje vanuit jezelf. Maar zeker. Dat is goed om dat in het achterhoofd te houden. En je geeft aan hè, dat één keer een prik aan uitdelen richting die markt, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Je moet daar gewoon een structureel ritme en vooral door dat ritme zie je dat die latent zoekende kandidaat niet nu geïnteresseerd is. Maar misschien wel over een half jaar. Dus het is een ongoing proces. Als ik jullie zo... En stopt nooit. Nee. Precies. Dat is wel een belangrijk aanpunt. Dus Als je helemaal begint, dit mag niet stoppen. Je moet ermee doorgaan. Oké, helder. Ik heb een aantal mooie vragen. Nou. Hebben jullie ook specifieke tips voor het werven in de zorg? Zij zijn vaak minder actief op LinkedIn. Nou, jij komt uit de zorg, ooit. Ja, ooit, ja. Dat is een heel ver verleden inderdaad. Heel ver verleden. Maar zij zijn minder op LinkedIn, maar zitten wel vooral op andere social media. En op bepaalde platformen zie je veel zorgmensen. En wat je vooral moet doen, is relevante content delen die voor hen van toepassing is. Het is een beetje afhankelijk waar je zit in de zorg, dus in welke functies. Maar wat voor deze functies van toepassing is. Dat kan gaan over veranderende wet en regelgeving als het gaat om BIS-registratie. Dat kan gaan eigenlijk over van alles. Wat maar relevant is, waardoor mensen zich misschien aanmelden voor een webinar, een white paper downloaden. Dat kan daarin heel divers zijn. Ja. Maar je moet wel daar zijn. Waar je doelgroep is. Waar je doelgroep is, inderdaad. En dat is in dit geval niet LinkedIn.
maar dat is misschien wel Facebook. En dat is misschien wel in bepaalde groepen dat ze actief zijn binnen Facebook. En daarin moet je wel aanwezig zijn. Oké. Ik heb nog een vraagje van Kitty. Kitty die vraagt, wie is leading in het bepalen van de inhoud van de content? Is dat dan marketing en of recruitment? Hoe gaat dat in zijn werk, in de praktijk? Samen. Want alleen kun je niet. Dus recruitment weet heel goed wie die kandidaat is. Die spreekt ze dagelijks, et cetera. Marketing heeft vaak de data. Dus marketing heeft aan de andere kant de data als het gaat om wat gebeurt er. Hè? Wat wordt er veel gelezen? Wat is het gedrag op de website? Wanneer is iets interessant? Wat voor type tone of voice moet je hebben? SEO-technisch, wat is slim om te schrijven? Dus het is ten alle tijde samen. Maar vergeet ook vooral niet die kandidaat zelf. Want ik denk dat die misschien nog wel het beste antwoord heeft. Ja, dat gaf je net al even aan. Misschien een aanvulling erop. In onze campagne voor recruiting, dat noemen we het zeker samen. Maar als je kijkt naar onze RPO-oplossingen, en bij alle verschillende opdrachtgevers hebben we met verschillende marketingafdelingen, corporate en beleid te maken. Ja. Het is niet u vraagt, wij draaien. Wij zijn wel eigenwijs en wij adviseren in samenwerking met marketing. Maar uiteindelijk is dat wel mijn klant. Ja. En zij bepalen, maar dan adviseren we wel dat het anders moet. Ja. Maar het gaat altijd samen. Ja. En want dat vind ik wel interessant. Het gaat samen. En om daar een beetje op verder voor te borduren. Hoe kan je dat proces dan samen volgen en blijven volgen? Want je ziet het altijd zo als twee losse afdelingen. En waar zit nou de kracht op het moment dat je het samen bedenkt? Ja. Dan wel met ook de concrete kandidaten bij, maar ook hoe je het samen kan volgen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, door het ook de doelstelling die we hebben, in dit geval 12 HI's, is onze gezamenlijke doelstelling. Dat is onze bedrijfsdoelstelling. Dus dit is ook de doelstelling voor je marketingcollega als de recruitmentcollega. En als we het hebben over bureau recruitment, hebben we vaak ook nog een salescollega die erbij betrokken is. Dus dan hebben we drie verschillende afdelingen. En door allereerst de doelstelling gezamenlijk te zetten en daarin gezamenlijk het gesprek aan te gaan en gezamenlijk dat te volgen, ga je daarin de eenheid creëren. Dus het begint met de doelstelling. Mm-hmm. We hebben samen hetzelfde doel. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat, kijk, op het moment dat marketing, ik vond het altijd best lastig als ik een advies kreeg vanuit marketing, een campagne en daar was dan een enorme zak geld voor nodig. En dan had ik toch altijd even de vraag van, ja, maar wat levert het me dan heel concreet op? Hè? Dus, want daar was ik mee bezig. Ja. En dan werd het toch een beetje stil. En volgens mij, hoe we het met elkaar op deze manier vormgeven, geef je ook wel met elkaar, heb je met elkaar houvast, zowel de recruiter als de marketeer, van dat je dat stuk wat je zeg maar toevoegt binnen het proces, dat ook daadwerkelijk resultaat oplevert. Precies. Ja. Dus het is niet, ik ga adverteren en we zien wel wat eruit komt. Nee, we gaan naar dat doel toe. Dus in dit geval, we hebben die 1000 kandidaten, potentiële kandidaten, hebben in die database nodig. Dat is ons eerste doel. En vervolgens gaan we daarin die doorvertaling maken om tot die hires te komen. Ja. En tussendoor met elkaar in gesprek blijven om tot inzicht te komen. Hoe loopt de campagne? Zodat je ook eventueel kan bijsturen. Hè? Dus die data is eigenlijk continu belangrijk. Ja. Ja, ik heb een hele concrete vraag van iemand die zegt van ja, developers. Ik ben echt naastig op zoek naar developers. Ja, er zijn er meer. Toch vind ik het wel mooi als we iets. Hoe zou je kunnen beginnen? Ja, dus eigenlijk hè, wat hier ook staat. Dus het begint met de latente zoekende kandidaat, in dit geval de developer, centraal te zetten. Goed te weten wie de developer is. Dus je markt. Wat, hoeveel procent is er latent op zoek? Weet je het toevallig uit je hoofd? Volgens mij zit het tussen de 40 en de 50 procent wat latent op zoek is. Ja, het is een groot, groot deel van de developers. Inderdaad. Staan open voor een andere baan. Alleen de developer gaat niet solliciteren. Dat is wat we wel weten. Dus deze mensen die worden benaderd. Of dit zijn ook niet de meest mensen die blijven meer in zichzelf en bij zichzelf, waardoor ze ook niet zomaar een overstap maken. Nee. Maar wat ik wel weet, is dat zij altijd aangaan op inhoud. Ja. Inhoud van hun vak. Ja. Ja. Dus als het gaat om die developer, zoek op waar ze zijn, benader waar ze zijn en zorg dat je daar zichtbaar bent en bouw je community op inhoud. Op inhoud, ja.
En stap 1 is om in ieder geval te weten hoeveel procent daarvan latent op zoek is. Nou, ja. Dat is zeg maar die eerste stap. En wat jij eigenlijk aangeeft, zorg dan vooral dat je content aanbiedt wat, waar deze mensen echt op zitten te wachten. En ja, dan bouw je dat uit met type content. Waardoor je ook bepaald gedrag uitlokt. Waardoor je zoiets hebt van, door dit gedrag weet ik, maar de rest weet het nog even niet. Dus laat ik er eens even wat mee gaan doen. Want die gesprekken zijn ook wel anders dan die je voert. Die zijn heel anders. Ja, die gaan helemaal volledig op inhoud. En die gaan over inhoud van het developvak. Dus ik heb die inhoud zelf niet volledig. Maar dat gaat wel over software, over technieken, over toepassingen. Over ontwikkeling, et cetera. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het een beetje antwoord geeft. Ja, we gaan langzaamaan afronden. Ik ben blij, want volgens mij helpt het altijd door het met elkaar zo concreet mogelijk te maken. Maar ook door heel open en eerlijk te delen waar al onze struggles en dat je uiteindelijk met elkaar in gesprek gaat en met elkaar anders denkt, maar ook andere dingen gaat doen. Waardoor je toch ook weer tot inzichten komt, maar ook tot concrete resultaten komt. Dus ik hoop dat onze deelnemers daar heel veel aan hebben gehad. Dit is de ene laatste webinar van vandaag. Maar natuurlijk wil ik jullie heel graag uitnodigen voor een volgend webinar. We hebben om 2:30, om precies te zijn, hebben een webinar van Femke Marijnen. Data-gedreven recruitment landschap, hoe dat aan het veranderen is. En ik hoop jullie natuurlijk daar allemaal weer te zien. En ik wil jullie tot slot heel erg bedanken voor dit leuke gesprek. Nou, graag gedaan. Niet gelijk. Oké, dankjewel.